ben Rick Thijs. We zitten hier vandaag in een prachtig stukje groen Eindhoven, midden in de binnenstad. Waar die groene revolutie al heeft plaatsgevonden. Die groene revolutie waar GroenLinks nog verder aan wil bouwen de komende jaren. Wat voor mij Eindhoven maakt, is dat het een stad is van diversiteit. Vele nationaliteiten, maar ook je kunt hier zijn wie je bent. En dat vind ik echt cruciaal. Ja, de mooiste ontwikkeling op dit moment, en dat komt vanuit iets niet moois, dat is corona. Maar wat ik daar positief aan vind, wat er op dit moment gebeurt, is dat mensen steeds bewuster zijn hoe belangrijk het is om een gezonde, groene leefomgeving te hebben. En daar komt voor mij samen waar GroenLinks voor staat. Enerzijds het sociale aspect en anderzijds het groene. Ja, het staat niet in mijn huiskamer. Het staat in mijn kantoor, omdat mijn vriend thuis al vindt dat er te veel politieke posters hangen. Deze staat voor mij een hart die zeg maar de aardkorst van de aarde doorsnijdt. Wat voor mij eigenlijk symboliseert groene en linkse politiek. Dus politiek met je hart voeren. En deze hangt op mijn kamer om mij iedere dag te herinneren aan het feit dat wij voor de komende jaren hele belangrijke grote stappen moeten zetten om klimaatverandering te keren. Anders hebben we in 2050 een aarde waar we niet meer op kunnen leven. Ik ben heel trots dat GroenLinks, die 4 jaar geleden een historische overwinning heeft gehaald, dat wij de verantwoordelijkheid op lokaal niveau hebben genomen om grote maatschappelijke opgaven op te pakken. Of dat nou ging over het sociaal domein, de aanpak van klimaatverandering. Wij hebben daar als GroenLinks de afgelopen jaren echt onze stempel op gedrukt om onze stad toekomstbestendig te maken. Als ik een stemadvies mag geven, zou dat natuurlijk GroenLinks zijn. Omdat GroenLinks, naar mijn idee, cruciaal is voor de fase van Eindhoven waarin we nu zitten. En dat is omdat onze stad voor grote veranderingen staat. Enerzijds omdat wij kinderen kansen geven om door te ontwikkelen in onze stad. Maar ook om bijvoorbeeld armoede en schuldenproblematiek aan te pakken. En zeker omdat deze stad nog veel groener kan. Met name in het centrum en de wijken. Met 2 wethouders hebben wij laten zien dat je als GroenLinks in een stad als Eindhoven echt het verschil kan maken. Ja, de toekomst van Eindhoven zou voor mij zijn dat je vanaf een prachtig groen plein, bijvoorbeeld het Klausplein, zo zonder veel nadelen te hebben van de auto, maar met je fiets, lopend, veilig de oversteek kan maken naar een van die prachtige wijken die ook mooi vergroend zijn. En wijken waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht je afkomst, je geloofsovertuiging of je voorkeuren. Dat zou voor mij echt de ideale stad zijn. De gemeenteraadsverkiezingen gaat daarom hoe ga je om met het auto-gebruik in je binnenstad of kan dat anders. Het gaat erom hoe het sociaal domein, hoe de zorg dicht bij mensen geregeld is. Dat zijn echt vraagstukken die nadrukkelijk spelen in de gemeenteraad en daar telt dus ook iedere stem van jong tot oud.